Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kip. We hebben dit keer een vraag gekregen van Louise Janssens. Of wij eens een filmpje konden maken van Kip die een plaats krijgt. Nou willen we jullie graag laten zien hoe wij Kip dit aangeleerd hebben. Dit begint al vanaf jongs af aan. Misschien ken je deze video nog wel. Kip met de frisbee. We leren Kip eerst op een speelse manier dat ze iets moet aanraken met haar pootje. Zoals je op deze video ook goed kan zien. Iedere keer wanneer ze bewust met haar pootje de frisbee aanraakt, geven wij een klik met de klikker. En belonen we haar met haar eigen voer. Goed. Je ziet dat dit eventjes moet inwerken. Maar als dat kwartje is gevallen, dan gaat het al een heel stuk beter. Dan weet ze precies wat ze moet doen. Af en toe geef ik ook even wat andere commando's tussendoor, in dit geval zit, zodat ze wat afwisseling heeft. Goed zo. Eén poot zet ze er nu op en ze krijgt van mij een beloning. Goed zo. Goed zo. Hey, brave meid. Net zoals met alle andere commando's die wij leren, doen we dit eerst zonder een naampje erbij. Wanneer ze dit eenmaal een beetje door heeft, gaan we er ook een naam aan koppelen. In dit geval frisbee. Je moet er dus altijd even een spelletje van maken. In dit geval hebben we dus frisbee. Dan rent ze naar de frisbee en legt ze een poot erop. Maar we hebben ook bench. En als wij bench roepen, dan springt ze in de bench. En dit is wat we nu net gefilmd hebben. Kip is nu bijna 10 maandjes oud en is lekker aan het puberen. Je kan dat ook heel goed zien, want ik geef haar hier het zitcommando en zij denkt, ja, jij kan even lekker de pot op, ik ga lekker dingen doen waar ik zelf zin in heb. Maar goed, aanhouden wint, je blijft gewoon lekker doorgaan met je commando. Hè? Hand omhoog is bij ons het commando dat ze moet gaan zitten. Ik zeg zit erbij en ze gaat het uiteindelijk wel doen, alleen in dit geval wanneer zij dat wil, niet wanneer ik dat wil. Iedereen zegt ook tegen ons, het is een fase, het is een fase. Maar goed, ik kan niet wachten totdat deze tijd voorbij is, want dan krijgen we onze hond weer terug die we zo goed hebben opgevoed. Ach, en dit heeft eigenlijk ook wel zijn charmes. Je moet alleen proberen om je gezicht wel strak te houden als je je commando geeft, maar soms kijkt ze je zo lief aan, ja, dan kan je gewoon niet anders dan gewoon even glimlachen. Maar ja, dan beloon je eigenlijk haar gedrag. Maar goed, het is een puber. We houden er wel strak, maar ach, als dit soort momenten ook niet meer kunnen... En go! Ja, we hebben de aandacht weer terug, dus we gaan snel even verder met deze video om te laten zien hoe wij dat Kip dat hebben aangeleerd. Je ziet, wij geven haar nu het plaatscommando, maar we hebben haar plaats, haar kleedje, daar even weggehaald en verplaatst naar een andere plek. Dus nu moeten we haar even aanleren dat de plaats op een andere plek is. Dat is makkelijker voor deze video en zometeen als we haar normale mandje weer terugzetten, dan gaat ze gewoon weer naar de eigen plek toe. Maar het is nu even voor deze video dat we dit veranderd hebben. We gaan het plaatscommando nu ook weer in kleine stapjes uitleggen, zowel aan jullie als aan Kip. Wij roepen plaats en kijken naar hetgene wat wij vinden dat dat de plaats is, in dit geval het roze kleedje voor de deur. Wanneer Kip ernaar kijkt, klikken we al en geven we haar een beloning. Dan krijgt ze een registratie in de hoofd van, hey, als ik hier naar kijk, dan krijg ik wat lekkers. Wil niet zeggen dat ze dat dan altijd doet, want zoals je ziet gaat ze nu gewoon op de plek liggen waar normaal de kleedje ligt. Maar goed, dit is ook weer gewoon een leerfase. Dit moet ze ook gewoon weer even doorkrijgen. Na enige tijd even gewacht te hebben met de commando, herhaal ik het commando nog een keer. Opeens springt ze weer op en kijkt ze naar het kleedje en ik klik weer, want dat is goed. Dit gaan we steeds verder uitbreiden. Eerst met één pootje erop, dan klikken.
dan met twee pootjes erop, dan pas klikken. Tot het moment dat ze met alle vier de pootjes er pas op staat en dan klik ik pas. Want dat is het moment, ja, dit is de plaats. Ga je dit nou nog verder uitbreiden, dan moet ze ook gaan liggen op het kleedje voordat ze een beloning krijgt. Ja, dat is een... Vooral als je met de klikker werkt, is timing heel belangrijk. Je zag dat ze met twee pootjes op het kleed ging staan en ik klikte meteen. Ze sprong er vanaf en kwam naar me toe om de beloning op te halen. Wanneer ze dit eenmaal door heeft, ga je de klik steeds langer uitstellen, dus dat ze langer op die plek blijft, waar jij er graag wil hebben. Nu ga je even een klein stukje zien dat ze mij gewoon weer aan het uittesten is. Want ze is en blijft een puberdraak natuurlijk. Wat heel belangrijk is, vind ik, is dat je gewoon naar de plek moet blijven kijken. Dus je roept plaats en je kijkt gewoon naar die plek. Als je het gewoon maar voor blijft houden, dan gaat ze dat ook vanzelf doen. En natuurlijk, de bloopers laten we gewoon lekker in de film zitten. Dat is toch hartstikke leuk. We hebben maar één pootje gehad. We hebben twee pootjes gehad. We hebben vier pootjes gehad. We gaan maar iets langer. Plaats. Zo, nu hebben we haar donut weer teruggelegd op de plek waar normaal ook haar donut ligt. Dus we gaan nou haar weer het commando geven. En zoals je ziet, oefening baart kunst. Ook dit is niet bij ons in één keer gelukt, dus dit heeft gewoon tijd nodig. Ze is nu lekker op de donut gaan liggen en daarom sta ik op en geef ik haar gelijk haar beloning, haar hondenbokje. Dit ga je steeds weer verder uitbreiden. Dus je wacht gewoon tot ze langer ligt op het kleedje en dan loop je naar haar toe en geef je de beloning. En vergeet het niet af te wisselen, want continu maar plaats roepen, daar wordt je hond natuurlijk ook knettergek van. Maar wissel dat gewoon af met box, wat wij leren, of met poot, high five. Maak er gewoon een spelletje van. Maak het leuk en dan vindt de hond het ook leuk. We zijn er weer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Vond je deze aflevering nou ook weer leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en deze video te liken. Ik zie je graag terug bij een volgende aflevering van Kip.